Hey, ik ben Levi de Weert. Ik ben 17 jaar oud. Ik ben een professionele FIFA-speler. Over 6 weken speel ik het grootste duo-toernooi tot nu toe. Ja, want Levi is enorm goed. Hij won tot nu toe 148 van zijn 150 wedstrijden. En daarmee is hij nu de allerbeste. Het is ongelofelijk! Levi de Weert doet het weer. Hé, hey, scheid! Hey. Het blijkt toch dat hij echt FIFA kan spelen, man. Ik speelde altijd hoog voetbal, bij Twente en Vitesse in de jeugd ook gezeten. En op een gegeven moment werd dat minder, gewoon weer teruggaan naar de amateurs. En op een gegeven moment wist ik wel van, in voetbal gaat... Ik ga geen Messi of Ronaldo in voetbal worden, dat gaat hem niet worden. In FIFA is die mogelijkheid er wel, denk ik. En ja, daarom vond ik dat gewoon zo leuk. Toen merkte ze dan dat ik een beetje goed werd. En toen ging mijn broer mij tegen zijn vrienden laten spelen. Van, ja, kan je van hem winnen? Zo, mijn broer was dan al 17, 18 en ik was 10. En dan is het natuurlijk wel een beetje gênant zo, als je dan van iemand van 10 verliest. Zo. Dus zij konden er altijd allemaal heel hard om lachen. Ik woon hier bij mijn vader thuis. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. En ja, ik heb ook nog een broer. Hier, Leef. Dank. Eetje, kom er ook aan. Jij ook. Ja, hij stond wel voor zijn goal, maar het was echt niet makkelijk om in te schieten. Hij schiet hem gewoon vanaf de middenlijn. Mijn familie staat altijd voor mij klaar. En we houden eigenlijk allemaal van voetbal. Dus ze volgen me ook en kijken bijna al mijn wedstrijden. Wij krijgen ook altijd wereldgoals tegen. Het eerste toernooi dat ik speelde was dan Twitch Rivals. En toen was ik echt net 16, denk ik. En toen won ik dat toernooi. Dat was echt mijn eerste grote toernooi. En toen won ik daarmee $10.000, was dat. Dus dat was wel even van wow. Hier, dit was... Voor eigenlijk qualifier 3. Ja, dit zijn toch wel degenen die voor mij eigenlijk het meeste betekenen. Ja, hoe je daadwerkelijk in de wereldranglijst staat is lastig echt te zeggen. Als je aan 100 mensen vraagt wie ze beter vinden, Messi of Ronaldo, dan kom je er echt niet uit. De komende maand wordt wel druk. 21 april vlieg ik naar Stockholm. Dan vlieg ik als het goed is 25 april terug. Dan heb ik 26 april heb ik nog een toernooi tussendoor. En dan 27 april vliegen we naar Londen. Dus die 2 weken worden heel hectisch allemaal. Ja, wel een beetje wakker worden. We zijn nu, denk ik, 6 weken verwijderd van Londen. Het grootste toernooi misschien wel tot nu toe in je carrière. Team of the Season Cup. Misschien wel. Nou, ja, eigenlijk wel, hè. Team of the Season Cup is het eerste grote 2-tegen-2 toernooi eigenlijk dat wordt gehost in FIFA. Ik speel in een 2-tegen-2 format. Samen met Olle, mijn teamgenoot. Dat is een Zweedse jongen. En dan hebben we onze coach Renzo, die eigenlijk ook gewoon deel vormt van ons team. Wij komen uit voor TGNIP, wat eigenlijk gewoon een kruising is van Team Gullet, waar ik voor uitkom, en Ninjas in Pyjama's, waar hij voor uitkomt. Vanavond spelen we een wedstrijd tegen Ajax in de zogeheten Masters Cup. Dit is een groot toernooi, maar eigenlijk voor ons vooral een goede training voor Londen. Showtime, baby. Without any further ado, we are getting into the game. Very shortly indeed, it's the FGS Masters Week 2 here. FIFA, heel simpel uitgelegd, is eigenlijk het grootste voetbalspel wat je kan spelen. Wereldwijd wordt het door weet ik veel hoeveel miljoenen mensen gespeeld. Let's go, come on. Focus. Kick-off. Ibra maybe? Yep. I'm heading it back. On a live broadcast of all the lights on, the ball into the box could be headed. Let's go! Come on, what a goal. Lekker! What about that for a finish? That's because of you. Ja, de komende maanden gaan Olle, ik en natuurlijk ook met Renzo ons gewoon zo goed mogelijk en heel hard voorbereiden op Team of the Season Cup. Aangezien ja, we willen hem gewoon winnen. En daar gaan we natuurlijk alles voor doen. Vorig jaar heb ik 4, eigenlijk 5 vakken afgerond. En dit jaar nog 3. Ik heb maar 10 uur les in de week gemiddeld. Als dat niet zo was, werd het ook wel heel lastig, moet ik zeggen. Als ik tot 1 uurtje of 5 op school had gezeten, was dat gewoon echt allemaal in de kluts gekomen met elkaar. Hoeveel ik per dag train verschilt heel erg. Maar voor een groot toernooi train ik gemiddeld wel zo'n 5 tot 6 uurtjes per dag. Probeer iets minder uit te stappen tegen deze gast. En iets meer erop lopen. Waar ik heel sterk in ben. Ik denk vooral het mentale aspect dan van FIFA. Ik ben eigenlijk wel heel rustig en ik word
eigenlijk niet snel of eigenlijk helemaal niet boos. Het is gewoon goed als je zeg maar eventjes vaststaat en zo. Ja. Er zijn altijd wat dingen waar je winst kan behalen, denk ik. En ja, dat heeft denk ik vooral te maken met de dag zelf en hoe je in je vel zit. Ja, dat is bij elke sport zo. Verschilt natuurlijk ook gewoon per dag hoe je erin zit. En dan, ook als je een minder goede dag hebt, moet je denk ik iets kunnen vinden waar je dan toch op kan bouwen. En daar heb ik af en toe dan wel moeite mee, aangezien ik dan misschien wel een beetje ga twijfelen van hoezo lukt het vandaag niet zoals gisteren? Omdat ja, je wil natuurlijk altijd het hoogste niveau aantikken. Alleen ja, soms gaat dat gewoon niet, zeg maar. Meestal voor de wedstrijd luister ik gewoon een beetje naar muziek. Ik heb niet echt een nummer wat ik altijd luister, wel een artiestengroep. D-Block Europe is dat. Ik zette dat aan en waarschijnlijk heb ik toen, was dat het toernooi dat ik won. En sindsdien is het enige wat ik nog luister als ik FIFA speel, eigenlijk D-Block. Het ding is, ik ken ze gewoon, zeg maar. Maar als ik FIFA speel, ken ik ze niet of zo. Dan luister ik niet naar die tekst. Dat is ook een chill. Ja, die heeft nog wel eens bij AGOV gezeten. Zo. Wie komen überhaupt? Je hebt Stannis ook allemaal uitgenodigd. Gewoon de hele groep van 16 en dan staan Rick Teunen. En ook die meiden en zo, man. Nee. Maar mag het überhaupt wel? Ja, moet nog wel bij de buren even checken. Het ergste is wel als ik dus zo die groeps heb aangemaakt. Ja, maar dan bij ons ook niet. Ja, nee, ja, ik zie als ik die groeps heb aangemoord, feestje en dan die datum. En dan zie ik, oh fuck, kan er niet bij zijn. Dat is wel heel kut. Albu gaat wel heel lastig worden, hoor. Nee, dat is wel heel erg. Het kan echt niet, man. Dan kom je halverwege Albu. Wanneer gingen we? 16. 16 nee, 15, tot 22. Nee, 15 of 15 20. Tot 22. Juni. Of juli. Juli. Dit is. Kijk, dit is eigenlijk. Dit is aankomend weekend. Dan is dat die erop. Dan is dat die erop. Ik weet echt maand van tevoren pas of ik kan. Maar ik ga ook niet twee dagen naar Albi of zo. Nee, dat is niet waar. Want dan ben ik daarna helemaal kapot en dan moet ik daarna het toernooi spelen. Dat gaat hem gewoon niet worden. Wanneer ben je er weer bij dan met de trainingen? Bij trainingen denk ik helemaal niet meer, man. Wedstrijden denk ik alleen de laatste of zo. Elk weekend kijk ik hier die planning. Oeh, het is wel heel erg nu ik het nog veel zie. We gaan heel veel doen. Zo'n die tournament levert wel het geld op, denk ik, hè? Ja, die krijg ik alleen voor meedoen al de... punch, Roy. Zes. Eind van de maand Londen. Volgens mij winnende team pakt $100,000. Met z'n tweeën dus 50k pp dan. Lekker huurloontje. Dat is wel lekker huurloontje. Heel lekker huurloontje. Ja, prijsgeld is natuurlijk leuk, maar je wil gewoon prestige ook en gewoon nummer 1 worden. Actie naar buiten, oké, naar buiten. Hup. Dan moet je komen. Je bent er al, Fik. Waar staat je auto? Volgens mij daar links, man. Hè? Wat had je gezegd tegen? Een eentje meenemen, de rest je eet toch? Toen verloren we zo, kregen we 118e minuut tegen. Toen verloren we zo op ping, volgens mij. Ja, speelde ook niet heel goed. Maar ik moet zeggen, als jij penalty zet, dan pakt het nooit goed uit, hè? Ja, het is altijd. Er moet toch even een keer verandering komen? Voor mijn gevoel gaat het nooit gebeuren. Ik verlies altijd penalty. Maar daar dus niet op penalty laten aankomen. Onder Pliefje ook altijd op penalty. Ja, jullie hebben dat nooit mee zitten, man. Nee, man. Handjes wrijven. Ah, een beetje koud toch? Oké. Okay. Oké, dan wachten we hier op. En hoe gaat het met je? Ja, kan beter, maar gaat prima op zich. Niet top geslapen. Maar gelukkig hoeven we vandaag toch niet te spelen, toch? Niet echt. Ja, deze formatie kunnen we gewoon eigenlijk altijd spelen als tegen tegenstanders spelen die ook... Die wel naar voren willen. Naar voren gaan, zeg maar. Wat vind je... Ah, mooi. Penalty. Is ook meteen een goede oefening. Cursortje uit. Tuurlijk wel. Op de een of andere manier gaan ze meestal niet tegen mijn kant op penalties. En helemaal penalty-series is nog erger eigenlijk, omdat dat uiteindelijk gewoon kan bepalen of je een potje wint of verliest.
Maar het is wel inmiddels denk ik wel een beetje een dingetje geworden bij ons wel. Ja, want als we denken van penalties, dan denken we al wel van... Is ook mentaal. Het is, penalties is inderdaad iets mentaals, vooral bij FIFA. Volgens mij wel vroeger. Oké. Okay. En een beetje zin erin? Ja, dat sowieso. Ja. Komt Ollo ook morgen die kant op of is Ollo er al? Ik weet niet, hij vloog met volgens mij wat andere van die Zweedse jongens daarin. Oké. De rest pak ik wel later in, morgenochtend tandenborstel en gel en zo. Ja. De fake Falcons team. Ik voel eigenlijk alleen prestatiedruk van mezelf. Niet echt vanuit buitenaf of zo, alleen omdat ik het zelf gewoon zo goed mogelijk wil doen. En, ben je ready om naar de venue te gaan of niet? Ja, ik ben wel klaar. The best FIFA pairings on the planet are here live in London. Mensen uit Japan, Australië, over de hele wereld zijn teams hierheen gekomen om dit toernooi te gaan spelen. This is big and the money, let me tell you, is big as well. $500,000. De eerste wedstrijd spelen we tegen Amicus Zweden. Die jongens zitten toevallig letterlijk recht tegenover ons. Voor ons is gewoon die eerste wedstrijd moet gewoon gewonnen worden. En daarna kan je echt vooruit gaan kijken, zeg maar. Fuego. 2v2 FIFA, Team of the Season Cup. We are here for it. Come on. Come on! Come on. Let's go. Come on. Bro, I swear there's something wrong. I'm so sorry, bro. Ik zweer, kan niet. Hey, laat je niet gek maken. So let's turn our attentions back to our match in focus, though. It's between Footwiz and Team Hullet Ninjas in pyjamas. We left it at the halfway point. They are now. We've got a two-goal cushion to protect. Usman Dembele, maybe it will go across now. Cut back, Mbappe. Yes! That's good. No swearing. How are you feeling about this? Nah, this here is something else, I swear. Like, everybody is shouting loud like they won the lottery of 50 million with every goal. I think you guys are losing your voice by tomorrow. We zijn in ieder geval door naar dag 2, dus dat is in ieder geval mooi meegenomen. The funniest thing is, my dad, he literally sends me, the only time that the Netherlands won the European Championship, they lost the first game. See? That was what he told us as well. Yeah. It's Fnatic up against Team Hullet Ninjas in pyjamas, and it's coming your way. Are coming through now, Team of the Year's Prime Icon moments even. It's a surprising one! Oh! You lost the ball, and if you do that against Tex and Diogo, they are going to punish you. Heads up. Nothing to worry about. We don't have to lose against anything. We zitten in de losers bracket. Als we nu nog één keer verliezen, is het klaar. Ninja pyjamas, they have their coach behind them in Renzo, who's fantastic. We'll be keeping them calm, getting them ready for the game. They know what's at stake here. They know that they have to get the job done. Messi building a bit, whipped in, and it's a header there from Ruben Diaz from the corner. It's 2-1 now. Oh my goodness, the nerves between both of these two teams is going to build up here. They're being sensible here. They're going to play back to the goalkeeper, try and die the clock and clear it out for a throw-in, and this seems to be it here. Team Neo. Commiserations for Team Hullet Ninjas in pyjamas. That is the end of the road. From the side, man. Ja, je moet gewoon geluk hebben om een toernooi te winnen. Ja, dit weekend zat het niet echt mee met ons, om het zo maar te zeggen. Ja.
heb dit jaar geen toernooi gewonnen en ik weet dat ik dat wel kan. En met Renzo dan ook mijn coach, daar ga ik gewoon kijken hoe we daar de beste draai aan moeten geven. Wat een tas, hè. Ik moet eerlijk zeggen dat je van verliezen wel meer leert dan van winnen eigenlijk. We hebben niet echt lang de tijd, want aankomende donderdag staat E-Club World Cup weer op het programma. Het main doel is sowieso wereldkampioen worden. Ik zou bijna zeggen, ik ga zo lang door totdat ik wereldkampioen word. Want dat vind ik gewoon heel gaaf.